sport- en voetbalcentrum De Carré. Dit is de thuisbasis van JUV Mollem, een club met enkel jeugdploegen. En Voorwaarts Mollem dat enkel nog seniorenploegen heeft. Volgend seizoen gaan de clubs samen verder als Soccer Academy JUV Mollem. We gaan fusioneren omdat we eigenlijk een klein, relatief klein dorp zijn uiteraard. En twee aparte clubs in één dorp is een beetje gek. Hè. Ook dat de club JUV Mollem gegroeid is naar U21 al. En volgend jaar willen we sowieso eerste ploeg starten. En dan leek het een logische stap om ook naar die fusie te gaan. De focus van het nieuwe Mollem zal volledig op de opleiding van jonge, beloftevolle voetballers liggen. Dat zal gebeuren via het gloednieuwe traject Grow to Perform. Vaak zijn jongens 17, 18 jaar nog niet klaar om echt te presteren op volwassen niveau. Dat is ook het probleem een beetje in de topclubs, waar ze blijven steken in die belofte en die stap naar de eerste ploeg heel moeilijk zetten. En wij gaan ze de tijd geven om daar wel in te rijpen. En we gaan zowel met fysieke trainers werken, mentale coaches, voedingscoaches, de kiné gaan we er rond hebben zitten en twee fulltime trainers ook. Dus het is een heel professionele aanpak. We verwachten veel van de jongens ook om daar te investeren. En elke jongen gaat apart zijn traject kunnen uitgestippeld worden. De coaches zijn niet van de minste. Zo is er Rudy Diels, ex-coach van atleten Kim Gevaert. Jarno Dubé, gewezen jeugdspeler bij eliteclub Zultewaregem, was meteen gecharmeerd en sloot dit seizoen al aan. We waren bijna elke dag weg, constant trainen. En dan na de training was je natuurlijk heel moe om nog te studeren. Ook de motivatie was nog weg voor school. En dat was ook beter voor mijn studies. En dat ik nu al in de hogeschool zit en dat is zeer goed combineerbaar, daar hadden we altijd rekening mee. Ze vroegen me ook altijd van, als het dus niet kan, kunnen we een persoonlijk traject geven. Ik verwacht redelijk veel ervan. Ze hebben mij beloofd dat er veel nieuwe dingen zullen komen. Veel dingen waardoor wij als speler ons beter gaan voelen op het veld en naast het veld. Dat we beter gaan omkaderd worden en daar kijk ik naar uit. Het doel is om de Grow to Perform spelers klaar te stomen voor de eerste ploeg van Mollem, zodat ze in tweede instantie kunnen aansluiten op nationaal niveau. Clubs als Diegem en Londerzeel kunnen over een paar jaar best een kijkje komen nemen op de Kareel. Ik denk dat er geen enkele club is die aan het opleiden is voor andere clubs. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel uniek is in België.